zoveel pijn. Hallo, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. En ja. Zo voel ik me. I feel sick. Maar ik had gisteren al gezegd dat ik een beetje keelpijn had. En ja, dat is meestal zo. Als je dan wakker wordt, dan kan je nou amper nog slikken. Alles is even een beetje veranderd. Ik wilde eigenlijk een hele leuke shoplook gaan maken. Of pashoekjes shoplook met zwangerschapskleding. Maar nee, denk het toch niet. Ik ga eerst even focussen op gezond eten en editen natuurlijk weer. Oké, ik heb mezelf even opgefrist en ik dacht, ik ben er weer. Yeah. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even lekker een muziekje opzetten. Ik ga even niet achter de computer, want ik merk dat ik daar niet heel veel vrolijker van word. Ik ga een muziekje opzetten en ik ga mijn huis even aanpakken. Want dat is het hele weekend niet gedaan. Bart en ik hadden afspraak om dat voortaan elke zondag samen te doen. Maar dat was één keer. Dacht ik, Disna, waarom ga je het niet gewoon even vast heel erg leeg maken? En toen realiseerde ik mij dat er overal nog steeds ballonnen hangen met girl or boy. En op een gegeven moment had ik alleen de roze weggehaald, maar ik heb nu zoiets van gewoon weghalen. Even een frisse wind door het huis. Want ondanks dat het straks natuurlijk gewoon ja, allemaal weer opgehangen wordt. Er komt ook nog kerst tussendoor en alles, dus why? En het geeft zoveel rust al meteen om al die ballonnen weg te halen. Alleen hier heb ik dus wel echt een hekel aan. Kennen jullie dat? Ik doe het maar heel snel achter elkaar, maar... Oh, echt vervelend. Nou, Dexie, jij vindt het ook niet leuk, hè? Nee. Wat is dat allemaal? Och, knal. Oké, de huiskamermissie is completed. Nog een paar dingetjes schoonmaken en dan is... Dat gedeelte even goed zo. En dan ga ik even verder met de gang. Want deze foto's, die gaan allemaal weg. Want het, ja, de gang wordt ook helemaal anders ingedeeld. Omdat ik heel graag een kapstok wil op de gang. Plus, straks wil ik natuurlijk ook de kinderwagen kwijt kunnen op de gang. En nu kan dat niet. Dus de gang gaat helemaal veranderd worden. Oké, dit is hem voor nu. Even voorlopig. Kan het in ieder geval makkelijker weg wanneer de vloer straks vervangen wordt. Ja. Yo, wie hebben we daar weer? Jola. Nee, het gum. We gaan eventjes boodschappen doen vandaag bij de Jumbo. Ik hoop dat ik voor meerdere dagen kan doen, want ik moet alweer plassen. Dus, maar we zijn even bij een andere supermarkt, omdat deze toevallig ergens zit waar we nu langs reden. En ik ben niet op de fiets, dus vandaar even anders vandaag. Als Sinterklaas er weer aankomt, is in het boek. Kijk naar wat je allemaal wilt, toch? Ja. Vorig jaar had je zo'n heel boek gemaakt, zo'n schrift. En had je alles uitgeknipt en had je het erin geplakt. Dat kan je wel weer doen. Ja. Jola die heeft ook een beetje hoofdpijn. Dus ik ben heel bang dat we het allebei hebben. Heb jij ook keelpijn of niet? Keelpijn? Nou nee, dat niet. Wel een klein beetje. Zoveel pijn. Lipgloss. Bart heeft vandaag iets binnengekregen. Een nieuwe Xbox. Iets van Xbox X of zo. Geen verstand van. Maar wij zijn het er niet mee eens.
Want hij heeft er helemaal geen tijd voor. Heel af en toe doet hij 10 minuutjes. Hij heeft helemaal geen tijd om te Xboxen. Nee. Nee. Maar ja, hij wil het gewoon hebben. Hebben. Hij denkt alleen maar aan hebben. Er zijn ook voordelen van hebben. Mm-hmm. Heb je altijd wat te doen? Bart houdt weer van andere dingen dan mij. Ja, dat is wel waar. Mm-hmm. En ook mama voor een nieuwe zwangerschap kleding. Ja. Ja. Maar Jola vindt altijd leuk om met mij mee te kijken. Speciaal ze draagt alleen maar dezelfde broeken. Ja, omdat ik geen andere broeken meer pas. Ah, ik ga de camera uitzetten. Nu luister niet zo lekker. Oké, ik vergeet soms dat mensen dit ook heel groot op hun tv kunnen kijken. Maar goed. Dus, ik ben moe. Ik ga slapen. Dank jullie heel erg wel voor het kijken naar deze vlog. Heel leuk en lief dat jullie weer gekeken hebben en elke keer kijken. En morgen beloof ik weer met wat leuks te komen, want dan ga ik met Jola lekker shoppen. Dus morgen weer meer leuks. Doei!